Ik heb wel begrepen dat er een 100 plus passagiers zijn gestrand. Maar dat heeft allemaal te maken met het feit dat vanwege de orkaan Ian vluchten vanuit Miami zijn stopgezet. Dit is niet voor het eerst dat het gebeurt. Het gebeurt vaker. In feite zou ik ook op die vlucht gezeten hebben. Ik heb vroegtijdig een andere vliegschema laten opmaken en daardoor op tijd gekomen. Dus dit is iets dat inderdaad vervelend is, maar het is onderdeel van het proces wanneer je in Miami bent tijdens het orkaanseizoen. En we zullen kijken wat we kunnen doen om te helpen, maar eigenlijk moet het de vliegmaatschappij zijn die de passagiers verder opvangt en begeleidt. En zoek naar andere mogelijkheden om ze zo gauw mogelijk richting Suriname te krijgen. Dus het is primair een verantwoordelijkheid van de airline zelf en niet zozeer een verantwoordelijkheid van de regering. Klopt. Maar wat zou de regering wel kunnen doen voor de mensen die vooral geen geld hebben om in hotels en zo nog te kunnen gaan blijven? Ja, kijk, dus daar komt de vliegmaatschappij in. Dat is normaliter het gebruik. Dus ik moet goed begrijpen eerst wat het probleem is. Kijk, als men op vakantie gaat, dan begrijp ik natuurlijk dat men een bepaald budget heeft. Maar gaan naar gebieden waar, zeker tijdens een orkaanseizoen, men mag verwachten dat dit soort dingen gaan gebeuren, dan moet men daar rekening mee houden. Maar nogmaals, het is een verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij om dat te doen. Uiteraard Surinaamse burgers die we in het buitenland kunnen ondersteunen, zullen we zeker naar mogelijkheden kijken om ze te ondersteunen. Dat is een taak van onze consulaire dienst. En we hebben een consulaat-generaal in Miami, dus ik zal in contact treden met hun met betrekking tot eventuele aanvragen die zijn gedaan. En als er geen aanvragen zijn gedaan, kunnen ze zelf een kijkje gaan nemen, toch? Ja, maar nee, kijk, dus het is niet zo dat we voor elke situatie actie moeten ondernemen. Er zijn verantwoordelijkheden, zowel voor de passagiers als voor de luchtvaartbedrijven. En we moeten dat eerst bespreken met de beide groepen. In dit geval de benadeelde als ook de groep of de organisatie die de vluchten moeten regelen. Het gaat om die American Airlines vlucht, begrijp ik, die vanuit Miami niet is gevlogen. In de eerste plaats moeten de passagiers die benadeeld zijn American Airlines benaderen. Nee, dat begrijp ik, maar het zou goed zijn als iemand van het consulaat even een kijkje zou nemen of er mensen zijn die in nood zijn en eventueel geholpen kunnen worden. Ja, maar kijk, we moeten niet altijd blijven wachten op de overheid. Als zij vinden dat ze hulp nodig hebben, kunnen ze contact maken met het consulaat. En ik ben ervan overtuigd dat ons consulaat daar zeker aandacht al heeft geschonken. Enige is, ik ben er nog niet van op de hoogte. Maar u gaat ons wel informeren als er wat nieuws is. Zeker. Dank u wel, minister Ramdien. Ja, graag gedaan. Goedemiddag.